Hey, ik ben Kim en we gaan kip piri piri maken, want elk weekend verdient de allerlekkerste kip piri piri. En het is heel easy. Bij deze zit zijn velletje een beetje los, dus dit voelt een klein beetje als een voorhuidje, alsof ik nu een besnijdenis aan het doen ben. Dat, ik weet niet wat voor gevoel ik daarbij heb. En nu is het tijd om ze heerlijk wat liefde te geven. Kijk, dit hebben ze verdiend naar al dat harde werken. En nu komt het moeilijke gedeelte. Je wil minimaal 30 minuten... Waarom doe ik zo? Dit is 5. Minimaal 30 minuten laten rusten. Gewoon lekker in de koelkast. Folietje eroverheen. Ik zou het eigenlijk de hele nacht doen, want dan worden ze echt heel lekker en juicy van. En ik kan die lekker 35 minuutjes op 200 graden. Ongeveer 35 minuten. En jongens, houd een beetje in de gaten. En als die te snel gaat, gewoon bakpapiertje eroverheen. Spreek je zo. Ga ik mijn mond verbranden, maar ik kan echt niet langer wachten. Eet smakelijk! Oh, hij is juicy!